De oplaadpaal. Mooi nieuw woord voor de dikke vandalen. Over een paar jaar moeten er in Nederland heel wat van die palen staan. Want het kabinet wil dat er in 2020 een miljoen elektrische auto's rijden. Er zijn al wat palen hier en daar, maar die zijn nog allemaal anders. In Amsterdam zijn al verschillende oplaadpunten voor je elektrische auto. En over een paar jaar moeten dat er in heel Nederland een paar honderdduizend worden. En dan is het belangrijk dat die palen er ook nog een beetje leuk uitzien. De stichting die de palen door Nederland gaat verspreiden bedacht daarom een ontwerpwedstrijd. De gebruikservaring moet gewoon positief zijn. Als dat niet gebeurt, ja, dan gaan de mensen ook nooit aan een elektrische auto. Mensen moeten begrijpen hoe iets werkt en iets moet goed passen in een omgeving. Je moet je voorstellen dat over 10 jaar miljoenen van die palen overal staan. Ja, dat moet er dan wel aan de ene kant leuk uitzien, aan de andere kant niet zo opvallend en schreeuwerig dat iedereen zich daar gaat irriteren. We hebben ervoor gekozen om geen laadpaal, maar een laadlocatie te maken. Dus we maken gebruik van bestaande infrastructuur, denk aan muren in parkeergarages, om zo het straatbeeld op een minimale manier te beïnvloeden. Maar stel nou dat ik met mijn elektrische auto van Amsterdam naar Rotterdam wil, dan heb ik een probleem, want de oplaadpunten daar zijn heel anders. Dat zijn kinderziektes, denk ik. Ik denk, ja, dit is een klein stapje en over 30 jaar lachen we erom. Ik denk dat het veel belangrijker is dat je kijkt naar hoe je de aanbieder zeg maar, van zo'n laadpunt kan activeren, zodat het netwerk gaat groeien, zodat steeds meer mensen gebruik kunnen maken van zo'n laadpunt. Ik denk als een product aantrekkelijk is, dan kan het ook een ambassadeur worden voor elektrisch rijden, ja, absoluut. En de eerste ambassadeur, de winnaar van vandaag, is deze, de Lolo. Voorlopig komen er 10 in Arnhem te staan. Moet het een werkwoord gaan worden? Low loading, dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Dus ik hoop dat ze op straat het mooiste denken.